mensen van Doe Maar Game. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe Wade Studio. In deze video ga ik met jullie Cat Mario spelen. Want de vorige keer speelde ik namelijk Flappy Bird. Toen had ik jullie verteld dat ik bij de 1500 likes weer een nieuwe Wade game zou gaan spelen. Die 1500 likes hebben we dik gehaald. Dus welkom terug bij een nieuwe Wade game. Oftewel Cat Mario. Je kunt het beter Cut Mario noemen. Maar dit is gewoon een Cut game. Level 1. Goede moed. Ik bedoel, dat kunnen wij wel. Voor de mensen die niet weten wat Cat Mario is. Bij Cat Mario is niets wat het lijkt. Je gaat ervan uit dat iets veilig is. En dan is het het niet. Ik zeg het even voor de mensen die het weten. Je kunt trouwens echt super hoog springen in Cat Mario. Maar dit moet wel lukken, jongens. Ik weet zeker dat dit moet lukken. Ik heb dit geloof ik één keer heel lang geleden op Doe Maar Gamen gedaan. Maar dat is al fucking... Like a mother... Ik was echt like a boss, maar toen ging ik af. Oké, tweede poging is altijd de beste poging. Wat zeker weten geen spreekwoord is, maar ik ga het toch even proberen. Let's go. We can do this. Geen probleem. Dit doe ik gewoon even. Het lukt me wel. Hier ging ik net af. En... Oh yeah, een motherfucking checkpoint. Dus als ik nu dood ga, kan ik daar weer beginnen. Maar ik ga niet dood, want wie de fuck gaat er nou dood in Cat Mario? Nou, je ziet mij niet doodgaan in deze game, hoor. Absoluut niet. Ik doorloop deze game als een... sausagebrood. Yo, fuck! Jongens en meisjes, alsjeblieft, als jullie deze game ook spelen, stuur het naar mijn iemand. Doe maar game@gmail.com en laat jullie wage momenten zien. Want dit is echt een vreselijke game. Maar ik bedoel, ik probeer positief te blijven. Want positiviteit is het allerbelangrijkste als het even niet mee zit. Dus laten we proberen deze game blij en rustig te doorlopen. Dat moet lukken. Ik heb dat, sorry! Domme, ik had toch kunnen weten dat ze kwamen. Waarom kijk ik nou gewoon niet uit? Teringspel. Oké, we gaan er gewoon voor, jongens. Nogmaals, positiviteit is het allerbelangrijkste. Als je het doet, wat je moeilijk vindt. Of waar je last van hebt. Of kutsblokje. Ah! Of wat je gewoon moeite vindt. Of wat je gewoon moeilijk vindt. Het gaat goed komen. We zijn in ieder geval op de goede weg. Nee, dat het wel gaat lukken als we... Fucking kutspel. Echt altijd die vier mannetjes die daar heel blij af moeten komen. Zo van, hé, Job is bijna bij het einde. Laten we hem even gaan betasten. Kut mannetjes. Viel kuthoofden allemaal. Come on. Ja, chill. Oké. Like a motherfucking balls. En nu komen hier die mannetjes. Oh, te laat. Jammer voor jullie. Kan ik zulke op gaan springen? Oké, nice. Dit ken ik nog wel. Hier komt het namelijk. Ik moet er overheen springen, toch of niet? Fuck yeah! Ik heb gewoon in één keer... Oh, niet in één keer. Tenzij... Nee, niet in één keer. Tenzij ik het ga knippen. Dan kan ik wel zeggen dat ik het in één keer heb gedaan. Maar dat is niet zo leuk. In ieder geval, ik heb het eerste level van Cat Mario gehaald. En we gaan gewoon lekker door naar het tweede level. En hopelijk gaan we die ook op deze manier doorlopen. Ja, voor de mensen die dus nog steeds een beetje hun twijfels hebben over Cat Mario. Bij Cat Mario is dus nogmaals alles... waarvan je denkt dat het veilig is, is niet veilig. Kutspel. Oké, min twee levens. Maakt niet uit. Dat kan altijd nog goed komen. Oh, die zag ik niet aankomen. Maar toch heb ik hem ontweken. Dat heette mentale dingen. Mentale dingen. Oh, fucking hell! Waarom? Waarom moet er altijd al een val zitten net nou je het level begint? Dat is kut. Want dan kun je niet tegenop. Nee, want je weet niet dat het komt. Maar het begint toch... Fucking hell! Oké, als we nou gewoon de hele tijd niet gaan wagen en toch... Toch heel erg blij blijven, dan moet het waarschijnlijk wel helemaal goed gaan komen. Oké, kom op, kom op. We can do this. Dat gaat lukken, jongens. Ik vertrouw in mezelf. Ik vertrouw in jullie. We kunnen dit. Hey, mannetje. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Fuck, nee! Ik heb echt zo hekel aan het spel, hè. S'nachts word ik wakker, helemaal bezweet en helemaal gek. Oh, Cat Mario. Inderdaad, jongens. Cat Mario maakt levens kapot. Ze hebben telkens over Flappy Bird, maar ja, Cat Mario is ook erg, hoor. Gelukkig hebben ze dat nooit uitgebracht voor de Apple of voor wat dan ook. Als je het op je telefoon zou kunnen hebben, zou je gek worden. Maar in ieder geval, nee, niet op hem. Like a motherfucking boss. Oh yeah. What the fuck? Jeetje, man, dat kun je toch niet weten? Ze had ook niet aangegeven dat daar een blokje zit. Nee, hij zit er gewoon. En dan denk je van, nou, er zit misschien wel geen blokje. Dan spring je. Maar hey, er zit wel een blokje. Dan ga je dood. Want ja, Cat Mario, verneuk je leven. Kutspel. Aan de kant met je lelijke. Hoe de fuck kan ik daar wat aan doen? Ik spring er gewoon tegenop. En er gebeurt gewoon niets. Nee, want ja, dat is Cat Mario. Dus laten we je gewoon even lekker gaan naaien. Ja, laten we dat doen. Nee. Oh yeah, like balls. Oh my god. Hoe de fuck kan ik nou twee keer bij hetzelfde gedeelte doodgaan? Achter elkaar. Nee, dat is... Hoe de fuck heeft iemand dit kunnen bedenken? Hoe de fuck is iemand zo ziek geweest om zo'n motherfucking kutspel te maken? I'm fucking serious. Hoe kun je dit bedenken? Dit is gewoon een kutspel. Hey Job, speel Cat Mario. Is echt leuk. Kun je echt van genieten. Is echt leuk. Kunnen we echt lachen. Nou, ik lach hier niet hoor. Misschien jullie. Maar... Fucking kutspel. Holy shit. Holy shit. Wat een kutspel. Dit is pas het tweede level. En ik zit nu al vast. Hey, maar Job, hoe kan dat dan? Omdat dit een kutspel is, oké? Hoe de fuck kan dat blokje er nou nog steeds zitten? Jezus, man. Positieve energie raakt op. Ik ga hem nu gewoon in één keer halen.
What the fuck? Hij was er toch al uit! Jeetje, hoe kan die er nou twee keer uitkomen? Hey, laten we die pedobeer gaan klonen, want jee, dan kan die twee keer achter je op aankomen zitten. Dat is een leuk idee. Nou, ik vind het helemaal niet leuk. Oh! Checkpoint! Like a motherfucking boss. Oh, ho, ho, ho. Ster. Wat? Hoezo ga ik nou weer... Pak hem, pak hem, pak hem. Waarom pakt hij hem niet? Pak hem dan! Oké, okay, wat is dat? Wat is dat? Een mushroom. Kan ik die wel... Nee, die ga ik ook niet pakken. Pak hem! Holy shit. Hoe de fuck wil ik daar nou weer komen dan? Moet ik nu een hele andere virtuele ladder gaan maken? Om aan de overkant... Nee, dat kan niet! Want het is fucking Cat Mario! En daar kan je dat niet in doen! Maar toch is er een mogelijkheid om nu naar de overkant te komen! Want het spel denkt... Hey, laten we een dikke papzak maken die dan naar beneden valt... En dat de Cat Mario dan geen mogelijkheid meer heeft om naar de overkant te komen! En nu ben ik dus fucking stuck! Ja! Tuurlijk, waarom niet? Laat me maar doodgaan, want ja, er is toch geen mogelijkheid om in dit spel te overleven. Waarom moeten jullie nou van alle Wage Games die er in de hele wijde wereld zijn, precies weer Cat Mario kiezen? Ik vraag jullie een Wage Game, iedereen vraagt om Cat Mario. Terwijl er zoveel leuke games zijn op de wereld. Maar nee, laat je ook maar Cat Mario spelen, want dan wordt hij boos. Hé, hey, dat is leuk, want dan wordt hij boos. Come on, pak hem. Ik zweer het je, hij moet dus... Nee, hij moet hem niet... Oh nee, hij moet hem niet midden pakken. Hij gaat hem in het midden pakken, of niet? Ja, die kan. Of niet? Hoe de fuck kan dit? Oké, we gaan nog twee potjes proberen. What the fuck? Ik raakte hem niet eens. Ik zweer het je, ik raakte hem niet. Ik zat nog op het blokje en opeens ga ik dood. Waarom? Omdat dat fucking kutspel weet dat ik op het goede pad was. Kut ding. Kut Mario. Kut Cat Mario. Ik ga hem pakken. Ja, ja, nu is perfect. Ik zweer het je. Nee, nee. Oh nee. Oh nee. Nu gaat hij weer in het midden. Of nee, daar. Oh, dit kan. Dit kan. Oh nee, fucking... Fucking hell. Kutspel, jongen. Holy shit. Holy shit.